Thank you.
Hij staat erop. Laat ik erbij zetten. En om te bewijzen dat de theorie en de praktijk altijd al één waren. We beginnen na een korte inleiding van mij over de media mix. Beginnen we met het gesprek van Josephine Bosma. Zoals voeren met Mark van de oude school, mag ik wel zeggen. En een klassieker over de oorsprong van de mix. Daarna zal ik verder ingaan op dit onderwerp met Edward, Max de mengmeester. Al hier, we horen hem al bezig. Hij is al begonnen. Daarna schakelen we over naar de toekomst van radio maken en nemen we even een kijkje in het internet en dan heb ik een gesprek met Doek hier over het broadcasten vandaag de dag. En Josephine sluit dan af met een gesprek met GeForce, ofwel het Instituut voor Betaalbare Waanzin uit Eindhoven. Altijd al onderdeel van de Amsterdamse school, van huis uit Amsterdams. En daarna zullen zij afsluiten met een zeer eigen optreden. Goed, dus we luisteren heel even naar de Max de Mengmeester. Characteristics of the room in which you are listening. If we play a pure tone of constant intensity, you can, by moving your head slightly to the right and left, make the sound seem less or more intense. En onder is er een heel eigen mixcultuur ontstaan in Amsterdam, die eigenlijk heel, vrijwel menging is aangegaan met de officiële nieuwe muziek zoals we die kennen van Stijn. Dus dit is de eerste keer eigenlijk dat deze twee audioculturen elkaar echt ontmoeten. Ja. Oké. Laat ik even snel zeggen wat ik onder de media mix versta. Media mix is heel duidelijk. Geen muziek en dat heeft ook niets met de huidige DJ-cultuur te maken. De media mix onderscheidt zich heel duidelijk van het draaien van plaatjes. Ik denk dat dat een belangrijk beginpunt is geweest bij de Amsterdamse radiopiraterij. Dat voor het eerst mensen braken met het hele idee van DJ zijn. Het idee dat je een plaatje draait en dat je dan iets over vertelt en dat er dan een volgend plaatje komt. Zelfs als dat alternatief is of underground, er zijn heel veel mensen geweest die dat hele model van radio maken ontzettend flauw en saai eigenlijk vonden. En ik denk dat daar heel duidelijk de punkradio natuurlijk is daar een heel belangrijk beginpunt van geweest. Dat je nummers draait van 1 minuut of nog korter. En dan komt dan weer de volgende. Op die manier wordt natuurlijk ook het hele idee van plaatjes draaien. Dat radio alleen maar daar zich toe zou beperken. Dus aan de ene kant heb je de journalisten die informatie geven. En aan de andere kant heb je de DJ's die plaatjes draaien. Goed, Radio 100 is in het begin jaren 80 de eerste geweest die daar. Missen mensen daarbinnen die met dat model hebben gebroken. En natuurlijk heeft dat een hele lange voorgeschiedenis. Dat gaat terug tot de cut-up en collage, et cetera. De wetenschappelijke voorgeschiedenis daarvan zullen we u hier besparen. Ik denk dat iedereen is nog steeds het uitgangspunt. Dat betekent dat we een onbeperkte hoeveelheid tijd tot onze beschikking. Dit zien we ook weer terugkomen, hetzelfde element. Dat zien we weer terugkomen in de real audio cultuur. Op de netradio's of internet. Waarbij mensen aan de ene kant samples maken, maar aan de andere kant live via real audio onbeperkt
kunnen uitzetten. Gaat er dan bijvoorbeeld om films die worden opgenomen, of klassieke muziek die in een heel andere context opeens weer optreedt. Misschien het televisieprogramma van gisteravond, of juist het televisieprogramma wat nu te horen is. Het gaat om kleine samples van oude films die in de videotheek kan huren. Of juist om bestaande radiostations, Korte Golf, of juist het radiostation wat vlak naast het eigen radiostation is. Zodat het signaal als het ware wordt gekopieerd en wordt becommentarieerd. Deze mediamixen die zijn eigenlijk ook weer verder verrijkt met een hele cultuur van samples en van mensen die gaan samplen met informatie in plaats van met muziek. En daar vervolgens tapes van maken, die tapes zelf weer de volgende week gaan gebruiken als uitgangsmateriaal, zodat je een enorme rijke lager krijgt van informatie die wij eigenlijk ook uit het internet kennen. En de radiocultuur in Amsterdam, zoals die dus sinds al in de jaren 80 zeg maar zich ontwikkeld heeft, is eigenlijk een soort voorafspiegeling van die gelaagdheid van informatie. En de mooiste samples van culturen, daar hoor je dus gewoon allerlei verschillende media in terug. Waar we samen de radio op moeten financieren. En er zijn heel veel samples geworden van Geert. Maar terwijl dat ik zo ontzettend bezig was met geluid, waar er geen sample machine is, dat deed ik dus en tape-ups. En dat deed in de laatste fase nu zou ik een replay kunnen doen, wat nu de sample heet. De stemmetjes die je daar kunt horen is voor die radio-uitzending in Canada, het radiofestival in Montreal, die radiofestival gemaakt. En daar kom je terug uit het feit dat Radio Bobbing heel erg speelde met de contradictie van Carl Moore, Rusland Amerika. Er is heel veel Amerikaans materiaal met Russisch materiaal gemixt, stemmen, vooral ook maar de Las Reniers initiatie, het space, het kostuumsgeluid, de aftocht van de Apollo 11, de Challenger geluiden. Ik heb al een aantal Russische geluiden toegevoegd. Maar wat steenvast in de radio-opdeling uitzending naar voren kwam, was de beroemde radiostem van Rusland als een bijzonder staatsbericht werd aangekondigd. Ook dit geluidstuk wat nu komt. Hier een hier in Amsterdam, prostitutiehoofdstad van Nederland. En we gaan even een kijkje nemen hoe dat daar precies zit. Maar ja,
Of dat nou zo erg is, weet ik niet. Maar laten we gewoon verder gaan met. Jij hebt een geluidsgroep. Dat was er. Gewoon voor de echtheid. Fiets tegen Sonic X. I'm going to go to the hospital.
Korte samenvatting, dat heb ik dan weer wel. We kijken van radio naar het internet. Nog even een korte samenvatting van wat we nu horen. Niks van vandaag. Want we hebben dat is een oude mensen die voor wedstrijd en die achterkant. Ja, dat zou ik toch doen hoor. Ja, dat ze er ook al. Ja, en ik ook. Ja, ging het om. De internet en de real audio is really gonna change the what's going on, man? Why? No, there's probably no crossbait. If we go to crossbait, we are will leave this room. So the people here are really bored. The people are getting bored with all this talking. It was also a super theory about video mixing and voice. You can always. Yeah, of course. No more theory, only noise. Thank you.
Thank you.
Yeah.